welkom bij deze nieuwe video. Ik heb vandaag weer stijl haar, zonder mijn haar te hoeven stylen, want dit is een pruik. Dit is helemaal nep. Ik heb ook zo twee plukken naar achteren gedaan en met een klepje vastgemaakt, omdat dat mij wel mooi leek. Ik was er al heel lang over aan het na te denken om mijn haar weer te stylen, want ik miste hoe ik eruit zie met stijl haar, want ik vind dat echt super, super mooi. Maar omdat ik echt gewoon mijn haar niet meer wil beschadigen en het echt gezond wil laten worden, heb ik dat dus niet gedaan. Maar nou heb ik de oplossing. Ik heb een pruik van Eva Hair. Ik zal even in de beschrijving zetten waar deze pruik te koop is. Dit is geen echt haar, dit is synthetisch haar. Maar wel met zo die soort van huid alsof het dus je echte haar is. Ik ben heel blij met deze pruik, want nou hoef ik mijn haar niet te stylen. En het is heel leuk ter afwisseling. Ik weet dat er heel veel mensen gaan zijn die gaan zeggen, ik vind die krullen mooier. Ik vind mijn krullen ook heel mooi. Dit is gewoon puur ter afwisseling. Dus niet om mijn echte haar te vervangen ofzo. Ik ga dit ook echt niet elke dag doen. Ik vind het gewoon leuk voor in de video. En ja. Ben je nou benieuwd hoe ik deze pruik op heb gedaan en bepaalde manieren die ik heb gebruikt om het er meer natuurlijk uit te laten zien en om het te stylen? Ik heb op Instagram een mini tutorial staan over hoe ik dat heb gedaan, dus ga even daarheen om te kijken. En volg me ook, want ik plaats elke dag een foto of een video op Instagram omtrent alles qua beauty. Nou, in de video van vandaag ga ik dus allemaal nieuwe make-up testen, zoals je al wel kunt zien boven in de titel. Ik heb niet een full face met nieuwe make-up, maar gewoon een aantal nieuwe producten die ik graag wilde gaan gebruiken en uitproberen. En dat heb ik dus gedaan in deze video. Het zijn wel echt een aantal producten, best wel veel. Ik heb deze look ermee gemaakt waar ik heel blij mee ben. Ik vind dat het een hele mooie look is geworden. Vergeet niet om te liken en te abonneren en deze video met al je vrienden te delen en een leuke comment beneden achter te laten. En dan gaan we nou gewoon snel door naar de video. Ik heb even mijn haar best wel lelijk naar achteren gedaan, zodat het niet in de weg zit als ik mijn eigen opmaak. We gaan vandaag weer eerst beginnen met ogen en dan pas gezicht. Ik ga eerst mijn ogen primen met de nieuwe oogprimer. Ik heb de Eyeshadow Primer Illuminating van de Action. Je hebt deze primer bij de Action in twee varianten. Je hebt dus deze, de Illuminating, en je hebt gewoon een matte. Ik heb in mijn la alleen maar matte eye primers. Dus het leek me wel leuk om een illuminating te pakken. En deze glimt dus. Dus deze ga ik even opdoen. Oh mijn god, het is echt net een highlighter op mijn oog. Mensen, ik weet het niet hoor. Ik denk niet dat het iets is voor mij. Ook als je er een beetje zo overheen gaat, haal je het weer een beetje weg. Waardoor er allemaal vlekken komen. Hij plakt wel een beetje. Dus misschien dat je het als basis kunt gebruiken voor losse glitters. Maar als oogschaduwprimer, nee. Ik denk niet dat dit hem gaat worden. Hij corrigeert ook geen kleur. En ja, ik vind het allemaal te patchy. Voor oogschaduw heb ik een heel leuk paletje. Ik heb dit paletje van Crown. Dit is de 35SN. En de Crown oogschaduwpaletten lijken heel veel op die van Morphe oogschaduwpaletten. Ik zal hem even openmaken. Dan kun je zien hoeveel deze lijkt op de oogschaduwpaletten van Morphe. Kijk, het is gewoon bijna een exacte kopie. Ook gewoon de verpakking, dit zo precies. En de kleuren zijn echt heel erg mooi. Het zijn een beetje warme kleuren, bruinige rode kleurtjes. Ik heb dit paletje nog niet gebruikt, dus dit wordt ook gewoon weer de eerste keer. En ik heb dit paletje van beauty88.nl. Daar kun je deze kopen en heb je nog meer varianten. Deze kost iets minder dan die van Morphe, iets van 5 euro minder volgens mij. Ik ga eerst deze kleur gebruiken om mijn oog af te poederen. Normaal gebruik ik wel een iets lichtere kleur om mijn oog af te poederen. Alleen die zit hier niet echt bij in dit paletje. Dat is wel jammer. Dus ik pak gewoon niet te veel en ik poeder het gewoon alsnog af. Zodat het niet meer plakkerig is. Maar god, deze oogschaduwprimer is echt lelijk, man. Dan pak ik deze kleur voor in mijn arcadeboog. Ik weet nog niet echt precies wat voor look dit gaat worden. Maar ik ben het gewoon aan het bedenken terwijl ik het aanbreng. En ik breng deze kleur aan over mijn hele arcadeboog. Nou, wat ik nu echt al wel merk is dat er veel pigmentatie is. Want ik ben er echt maar een heel klein beetje ingegaan met mijn kwast. En ik gooi met kwast hier. En wat ik wilde zeggen is dat ik er maar een beetje in ben gegaan met mijn kwast. En er echt al heel veel kleur van afkomt. Ik had eigenlijk dit niet echt verwacht toen ik die kleur pakte. Maar ja, maakt niet uit. We werken gewoon met wat er gebeurt. Er valt ook niks op mijn gezicht tot nu toe. Dan pak ik deze kleur en daarmee ga ik eroverheen om het iets meer oranje te maken. Ik ga wel een beetje voor een kleurrijker look. Ondanks dat er in dit paletje ook heel veel bruine kleuren zitten. Dus je kunt ook gaan voor een mooie, bruinige, alledaagse look. Het is wel fijn als je met een paletje heel veel verschillende kleuren kunt maken. Heel veel verschillende looks kunt maken. Dan pak ik deze donkerbruine kleur en die ga ik in de buitenste ooghoeken doen. Ik gebruik gewoon nog steeds dezelfde kwast. Deze kwast is zo fijn. Ik kan het echt niet genoeg herhalen. Dit is de BH Cosmetics kwast 101. En deze zit
in de Golden collectie van BH Cosmetics. Daar zitten allemaal van die oogschaduwkwasten in. En deze vind ik echt toppie. Ik doe deze kleur nou in mijn buitenste ooghoek om het allemaal iets donkerder te maken. Maar het gaat nog wel gewoon een kleurrijke ooglook worden. Maar de matte kleuren zijn in ieder geval heel mooi. Er is ook echt geen fallout gewoon. Valt niks hier. Daar ben ik wel blij mee. En ik breng de donkerbruine kleuren echt tot aan het midden. Ik ga niet helemaal naar binnen. Ik heb al bedacht dat ik een halve cut crease ga maken. Dat zijn ook echt mijn favoriete ooglooks. Ik hou van halve cut creases. En ook hier ga ik weer tot aan het midden. Dan pak ik mijn Catrice concealer en ga ik de halve cut crease maken. Ik heb ook een video gemaakt waarin ik goed uitleg hoe je een cut crease maakt. Als je die video wilt zien, kun je even hierboven klikken. Serieus, ben je echt... Is er een pakketje voor mij? Wil je ook in de video? Oh, ik heb hier een pakketje. Deze ga ik aan het einde van de video openmaken, dus blijf tot het einde. Nou, ik heb de halve cut crease gemaakt. Nou pak ik deze felle oranje kleur en die gaat over mijn hele ooglid. Oh mijn god, deze kleur. Kijk hoe mooi. Zo mooi. Ik ben echt zwaar enthousiast over dit paletje. Ik vind hem echt zwaar mooi. Ik vind hem alleen niet genoeg glitteren, dat moet ik wel zeggen. Maar in het paletje glittert hij ook niet echt heel veel. En zoals veel van jullie weten, ik wil altijd die hele vavavoom glitters. Maar ik doe ook altijd vaak nog glitter eyeliners over mijn oog heen. Omdat ik het bijna nooit genoeg vind glitteren. En ik wil altijd gewoon hele heftige glitters. En dat is met deze dus ook het geval. Het glanst wel, maar ik vind het niet heftig genoeg. Dus misschien dat ik het straks wat heftiger ga maken. Of ik laat het gewoon zo, ik weet nog niet. Dit was echt de perfecte look geweest voor Koningsdag. Hoe was iedereen's Koningsdag trouwens? Ik weet dat het al wel eventjes geleden is. Ik heb echt niks gedaan die dag. Helemaal niks. Ik was gewoon lekker thuis. Ik had 2 Instagram video's gemaakt. En dat was het. Meer heb ik echt niet gedaan. Weet je wat ik ook echt vind van dit oogschaduwpaletje? De kleuren zijn echt heel creamy. Niet poederig. Er is echt bijna geen fallout. En kijk ook in het paletje. Er valt bijna geen poeder vanaf. Het is allemaal echt heel creamy. En dat vind ik heel fijn. Omdat... scheelt je echt weer een bende. Sommige oogschaduwpaletjes zijn zo poederig dat het echt een bende wordt. Deze kleur is wel echt heel fel. Het is gewoon bijna glow in the dark, joh. Wat F. Nou, wat vinden jullie van de kleur? Ik vind het echt heel mooi. Het is echt zo glow in the dark, neon oranje. Ik vind het echt heel leuk. Nou ga ik deze oranje kleur nog extra aanbrengen in mijn buitenste ooghoeken. Deze kleur doe ik gewoon op precies dezelfde plek als waar ik de donkerbruine oogschaduw heb gedaan. Om deze twee kleuren in elkaar uit te blenden en het iets meer oranje te maken en iets minder bruin. Ik breng het echt gewoon aan op de grens van de bruine en de oranje kleur. Zodat het gewoon mooi in elkaar blendt. En ik gebruik weer deze kwast. En die oranje kleur ga ik ook helemaal aan de grens van de oogschaduw aanbrengen om het iets meer uit te blenden allemaal. En iets meer smokier te maken. Dan wat ik nu ga doen is een extra glitter aanbrengen. Deze glitter heb ik nog nooit gebruikt. Deze kleur tenminste. Maar ik heb van dit merk wel andere losse glitters gebruikt. Die ik wel fijn vond. Dus ik denk dat ik deze ook gewoon mooi ga vinden. En dat zijn deze zilveren losse glitters van Aim Sparkle. En ik breng mijn losse glitters altijd aan met deze H&M Glitter Glue. Die heb ik ooit gekocht bij H&M. Ik weet niet of het er nog is. Maar ik denk het wel. Maar dit soort lijmpjes heb je echt overal. Deze ga ik aanbrengen op de grens van de oranje kleur en de rest van de kleuren tot aan het einde van de cut crease. En dit moet je echt heel voorzichtig doen, anders wordt het een totale bende. En ik gebruik hiervoor dit kleine mini kwastje. Deze is gewoon van AliExpress. Ik doe altijd een beetje heel veel, lijm op mijn hand. En dan pak ik het gewoon met het kwastje eraf. Ik pak het zo van de bovenkant, zodat ik een mooie rechte lijn kan maken. En dit ga ik aanbrengen precies op de rand waar ik wil dat de glitters komen. Heel voorzichtig. En dan snel voordat het opdroogt ga ik de glitters erop doen. Met gewoon weer die kwast. Nou, ik vind het echt heel mooi. Dit is net die beetje extra die ik altijd wil. En precies dit ga ik opdoen aan die kant. Nou, de glitters zitten er helemaal op. Het ging hier iets beter dan hier. Omdat ik er hier te snel in ging met de glitters. En de lijm was nog niet helemaal droog genoeg. Maar ja, het is op zich wel gewoon gelukt. Deze glitters vind ik echt heel mooi. Ik raad Aim Sparkle zeker aan. Ook om hun highlighters. Ze hebben echt hele mooie highlighters. Oh, ik heb nou echt glitter overal. Helemaal in mijn haren. Alles. Dan pak ik een make-up doekje en ga ik de oogschaduwlijn strak maken hier. Ik heb geen nieuwe eyeliner, dus ik ga die ook gewoon lekker niet opdoen. Voor mascara heb ik de LA Girl Oomst mascara. Tenminste, ik denk Oomst. Dat is O-O-M-P-H-D. Oomst. Oomst. Ik weet niet. Deze is ook nieuw, ook nog nooit gebruikt. Deze is dus van LA Girl. Deze heb ik van... Waar heb ik deze gekocht?
Volgens mij Boozy Shop. Ik vind hem nu al niks. Hij is super droog. Kijk hoe droog deze mascara is. Deze mascara was ook echt super goedkoop. Maar ja, ik vind het toch raar dat hij zo droog is. Wat is dit? Hoort dit gewoon echt zo? Dit moet wel zo horen. Ik kan niet geloven dat hij... Want hij is gewoon nieuw. Normaal zijn mascara's een beetje nat. Maar deze is gewoon echt helemaal droog. Misschien hebben ze dat expres gedaan. Misschien hoort dit gewoon echt zo. Of ik heb een oude gekregen. Maar ik denk het niet. Nou, de mascara doet ook echt niks voor mijn wimpers. Hij is gewoon heel raar. Ik weet niet, hij is zo droog. Ja, nee. Nou, we komen aan bij de allereerste faal van de dag. Deze LA Girl mascara. Houd maar gewoon bij Essence. Als nepwimpers ga ik deze gebruiken van de AliExpress. Dit zijn de A15. Ik zet de link in de beschrijving. Ik plaats altijd alles in de beschrijving. Ik gebruik heel vaak nep wimpers van de Ali. Ik vind ze bijna altijd allemaal fijn. Dus deze waarschijnlijk ook. Deze heb ik nog nooit gebruikt. Ze zitten ook nog gewoon helemaal in de verpakking en zo. Dus moeten ze er echt nog uithalen. Dus deze ga ik even een stukje knippen. Want mijn oog is altijd korter dan de nepwimper. En dan ga ik ze even opdoen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, mijn wimpers zitten erop. Super mooie wimpers. Ik ben er weer super blij mee. Mensen, als je wimpers doet op AliExpress, zoek altijd op 3D Mink Lashes. Die zijn altijd het mooiste. Je kunt nog wel een beetje lijm zien, maar dat gaat straks helemaal weg als het is opgedroogd. Ik ben voor nu super blij met de look. De look is natuurlijk nog niet af, want er moet nog oogschaduw hier beneden. Maar ik ga eerst even verder met mijn gezicht, voordat ik dat ga doen. Ik ga eerst mijn gezicht primen en ik heb ook een nieuwe primer die al best wel bekend is bij heel veel mensen. En dat is de Embryo Laser Crème. Deze schijnt echt top te zijn voor elke huid. Deze heb ik ook van beauty88.nl en ik heb de kleinste. Je hebt nog een medium en nog een hele grote. Dus als het me bevalt wil ik zeker de grote. Ik ga deze even aanbrengen over mijn hele gezicht. Ik vind hem wel echt heel lekker ruiken. Oké, ik vind hem nu al top. Ik vind de geur geweldig. Hij brengt super makkelijk aan. Hij plakt ook, waardoor de make-up straks goed op plakt. Hij hydrateert ook, is niet te vettig, niet te droog. Ik vind deze ook echt een toppertje. Nou, tijd voor foundation. Ik heb helaas geen nieuwe foundation, dus ik ga gewoon een foundation aanbrengen die ik al heb. Ik ga de Milani Conceal & Perfect Foundation in de kleur 03 beige aanbrengen. Oké, wie vindt het ook super satisfying om te kijken naar mensen die foundation aanbrengen? Ik vind dat zo satisfying. Ik krijg er helemaal zo'n leuk gevoel van. Ik vind het echt leuk om te kijken hoe mensen foundation aanbrengen. Vooral als ze echt veel aanbrengen. Ik vind dat gewoon leuk om naar te kijken. Echt heel raar. Als concealer gebruik ik de Kiko Skin Tone Concealer in de kleur 05. Deze concealer heb ik echt al een tijdje. Ik heb hem hier misschien al 4-5 maanden liggen, maar ik heb hem nog nooit gebruikt. Ik heb deze toen gekocht bij Kiko toen ik er nog werkte. Hij is ook gewoon nog te koop, want deze vallen in de vaste collectie. Maar ik heb hem nog nooit gebruikt, dus ik ga hem even gebruiken. Ik hoop dat de kleur goed is, maar ja, ik denk het wel. Deze kleur is wel echt vrij geel. Waarom brengt hij zo... Als je hem aanbrengt, dit ding rolt. Dat is heel irritant. Zeg maar, dit dingetje, dit stukje, die rolt, die draait mee. Oké, dat is wel echt heel irritant. Oké, dat vind ik al helemaal niks. Want doordat hij rolt, kijk, zie je dat? Kijk, zie je dit? Doordat hij dus rolt, breng je niet mooi egaal aan. Dus ik ga het gewoon proberen zo aan te brengen, zodat hij niet rolt. Dit heb ik echt nog nooit gehad. Wat een eh. Ik breng weer lekker veel aan natuurlijk, zoals altijd. Weer uitblenden met mijn beauty blender. Ik heb een beetje gemengde gevoelens over deze concealer. Hoe die aanbracht was echt vreselijk. Like, what the F. De kleur is wel gewoon goed. Hij dekt dus medium dekking. Niet volledig, maar ook niet heel licht. Hij blendt op zich ook gewoon goed uit. Als het je niet uitmaakt dat hij zo raar aanbrengt, dan is hij iets voor jou. Als dat je wel uitmaakt, is het niks voor jou. Mij maakt het persoonlijk wel uit, want ik heb geen zin om steeds te struggelen met het aanbrengen. Dus dat is al voor mij genoeg reden om deze niet te gebruiken. Voor de rest vind ik hem prima. Maar er zijn genoeg andere concealers die prima zijn en gewoon normaal aanbrengen. Dus deze is voor mij een no. Nou, ik heb niks qua poeder of contour wat nieuw is. Dus dat ga ik even snel doen en dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, mijn neus is gecontourd en ik heb hier bij mijn jukbeenderen gecontourd en alles even afgepoederd. We gaan nou even verder met de ogen. Ik ga de meest donkere bruine kleur onder mijn ogen doen en dan ga ik deze fel oranje kleur daar nog overheen doen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat worden. Ik ga ook even wat mascara doen op mijn onderwimpers. Ik gebruik wel een andere mascara, want die van LA Girl was echt belachelijk. Dit is de False Lashes mascara van Essence en deze is echt geweldig. Nou, de ooglook is helemaal af. Het is weer lekker heftig allemaal. Dit paletje is zeker een aanrader. Ik vind de kleuren echt heel mooi en je kunt er zoveel mee doen. Ik heb dus nou vooral de oranje-roodachtige felle kleuren gebruikt. Zoals je ziet heb je ook heel veel bruine kleuren. Je kunt ook goud gebruiken als
op je hele ooglid. Dat is ook een hele mooie look. Ik wilde gewoon vandaag gaan voor iets heftigers. Want ja, de normale bruine look zien jullie al heel vaak. Dus vandaar dat ik voor deze look ben gegaan. Ik ben hier heel blij mee. Er zit heel veel in. Deze kost maar iets rond de 20 euro. Dus het is ook super goedkoop. Deze raad ik zeker aan. En de andere paletjes van Crown zijn ook heel mooi. Al heb ik die nog niet gebruikt. Maar ze zien er heel mooi uit op de website. Zoals ik al zei, deze kun je gewoon kopen bij beauty88.nl. Ik heb ook geen nieuwe bronzer. Dus ik ben even snel mijn gezicht aan het bronzen met de NYX Matte Bronzer in de kleur Medium. Als blush heb ik de Butter Blush van Physicians Formula in de kleur Nude Silk. Deze blush heb ik gekocht bij Boosie Shop. En deze kost al iets meer, iets rond de 20 euro. Maar deze was volgens mij in de sale. Hij ruikt ook echt super lekker naar snoepjes. Het is echt een hele heftige geur. En het is een beetje een roze kleur. Dus die ga ik even opdoen. Normaal zou ik voor zo'n soort look niet echt per se gaan voor een roze blush. Maar dit is de enige nieuwe. Dus ik moest deze wel gebruiken. Oké, mensen, pak absoluut niet te veel. Want er komt echt al meteen heel veel kleur vanaf. Oh, die geur is echt lekker, man. Ik vind de kleur ook heel mooi. Ze hebben nog meer kleuren, hoor. Dus als je deze kleur niet mooi vindt, heb je nog andere keuzes. Ik vind hem wel heel mooi. Ik hou van roze blushes. En hij ruikt lekker. Hij brengt ook gewoon fijn aan. I can't get over deze geur. Dit merk schijnt ook een hele goede bronzer te hebben. Dus die ga ik denk ik ook even aanschaffen en proberen voor jullie. Ik zeg altijd proberen voor jullie, maar ik doe het natuurlijk ook voor mezelf. Ik probeer het ook voor mezelf. En ja, ik vind de blush heel mooi. Pak alleen niet te veel, want ik heb nou een beetje te veel opgedaan. Maar ja. Even een beetje strak maken met poeder. Als highlighter heb ik de Essence Glow Highlighter in de kleur 02. Dit is een baked metallic highlighter. Het is een hele lichte kleur. Metallic is altijd wel heftig. Hij is ook best heftig op mijn hand. Deze is best goedkoop. Het is ook Essence, dus het is niet heel duur. Je kunt deze gewoon kopen bij de Kruidvat. Ik ga die even aanbrengen bij mijn jukbeenderen, onder mijn wenkbrauw, in mijn binnenste ooghoek en op mijn neus. Oh mijn god, deze is echt heel mooi. Ook vrij heftig, want hij is ook metallic, dus dat is altijd wel heftig. De kleur is ook best licht. Dus als je een donkere huidskleur hebt, is deze waarschijnlijk iets te licht. Ik vind hem mooi, man. Vooral voor Essence en deze prijzen. Heel mooi. I like it. I really like it. Nou, deze vind ik echt heel mooi. Deze raad ik zeker aan. Als je de highlight misschien niet zo heftig wilt, kun je het ook aanbrengen met een ander soort kwast. De kwast die ik nog altijd gebruik is altijd best wel heftig. Maar je kunt bijvoorbeeld ook zo'n soort kwast gebruiken. Dan breng je altijd toch iets minder aan en is het iets minder heftig. Maar nog steeds gewoon heel mooi. Nou, dan als laatste nog lippen. Nou, ik heb hier 4 liquid lipsticks van Nabla Cosmetics. Deze komen in een kit, in de Love Kit. Ik heb die ook geswatcht op mijn Instagram, dus daar kun je swatches zien van deze. Deze zijn ook te kopen bij beauty88.nl, zoals ik al zei, dus in een kit. Ik heb deze alleen nog geswatcht, nog niet op mijn lippen gedaan, dus ik ga even kijken welke kleur ik wil gebruiken. Nude is altijd goed, maar ik wil een keer gaan voor niet nude. Paars staat niet bij de oogloop, dus het is een van deze twee. Zal ik gaan voor echt rood of meer roze? Ik denk dat ik gewoon ga voor de meest rode. Dit is de kleur Acrylic Love. En omdat het liquid lipstick is, gebruik ik geen lip liner. Nou, deze kleur is echt heel mooi. Dit heeft de look echt afgemaakt. Deze lipstick wordt vrij snel droog, dus je moet wel een beetje snel werken. Als je moeite hebt om de lijn mooi strak te krijgen, kun je gewoon alsnog een lippendoot gebruiken. Ik vind deze heel mooi. Ik heb geen nieuwe setting spray, dus ik ga gewoon even eentje gebruiken die ik al heb. En dan is de look af. Nou mensen, ik vind dat deze look heel goed is gelukt. Ik ben echt heel blij over de meeste producten. Vooral dit oogschaduwpaletje. Ik ga deze echt heel vaak gebruiken, denk ik. Ik ga hiermee ook een aantal Instagram tutorials maken. Dus volg me ook op Instagram om elke dag iets te zien van mij. Ik vind de glitters vind ik ook heel mooi. Ze vielen wel echt overal. Maar dat komt omdat ik hier op mijn bureau het potje had om laten vallen. Waardoor ik dus helemaal onder de glitter zat. De liquid lipstick is ook geweldig. Hij is heel droog, maar niet te droog. Niet zo dat je lippen helemaal zo uitdrogen, maar gewoon net droog genoeg. Ik vind de kleur ook heel mooi, dus ik ga de andere 3 zeker ook proberen. De blush vind ik ook heel mooi. Ik ben blij dat er veel kleur vanaf komt, want niet alle blushes zijn zo gepigmenteerd en dan moet je echt best wel vaak en veel aanbrengen. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Waar ik absoluut niet blij mee ben, is deze vreselijke mascara. Ik weet niet wat het is. Deze kostte volgens mij ook maar 1 of 2 euro of zo. Maar deze is dus absoluut slecht. Super, super slecht.
Oh mijn god, deze Essence highlighter is echt ook heel goed. Ik wil deze ook nog even benoemen. Die glow is echt heel mooi. Ik ga deze echt vaker gebruiken. Mensen, gaan naar de kruidvat, haal deze highlighter van Essence. Nou, dit was dan het einde van de video. Vergeet niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Laat een leuke reactie achter. Laat me weten wat jij vond van de make-up en wat je vindt van de look. Ik vind de look heel mooi geworden. Ik ben blij met de meeste producten. Dus ja, het is een best positieve video. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Die komt dinsdag. Doeg! Oké, nou gaan we even dit pakketje openmaken. Dat zei ik in de video dat ik dat nog ging doen. Dus dat ga ik nou even doen. Hier zit een zonnebril in van de AliExpress. Mensen, al mijn zonnebrillen zijn letterlijk allemaal van de AliExpress. Echt, waarom besteden jullie nog geld aan zonnebrillen? Kijk, als je nou per se een merk zonnebril wilt, dan snap ik dat je daar geld aan besteedt. Maar als je dat niet wilt, haal gewoon je brillen bij AliExpress. Ze zijn geweldig. Ik heb dus twee brillen weer besteld, dus ik weet niet welke dit is. Nou, AliExpress en hun goede service, mensen. Je krijgt zelfs dit erbij, een doekje om je bril schoon te maken en zoiets om je bril in te doen. Oh, ik zie al welke bril dit is. Dit is de Kim Kardashian bril. Ik vond ze in het begin echt vreselijk. Maar ja, altijd als ik iets heel vaak zie, wil ik het ook ineens. En dat was met dit ook het geval. Echt, waarom ben ik zo? Is dus deze bril... Hoe vinden jullie hem? Don't I look fabulous? Pose. Ik voel me nou net Kim Kardashian.